derby in Spakenburg. De wedstrijd tussen Dolvo en GVVV, maar hij is er niet minder mooi om. En ook hier moet de eerste prullaria van het veld worden gehaald voordat we kunnen gaan beginnen. In de eerste helft niet van een heel hoogstaand niveau. U hoort overigens veel toeters, de kopbal van Biezen. Het kwam dat de businessclub van GVVV 500 toeters mee had genomen uit Madrid. Na 27 minuten is dit de eerste serieuze kans voor GVVV. Dat was Rudy van Doren. Van Hoof. Aguilar Aguilera kan verlengen. Van Rooyen. En de redding van Sander Duindam. Het vele papier bood ook vermaak voor de kinderen. Terwijl GVVV slordig is. Wesley Kins mag dan de voorzet gaan verzorgen voor Dolvo. Geertstas mist en dan wordt hij uiteindelijk naast geschoten door Mark Dijs. Matige eerste helft van twee kanten. Twee ploegen ook die eigenlijk nergens meer om spelen. Hoewel GVVV nog wel even de periodetitel mee kon pakken. En hier is Dolvo dichtbij. Plotseling eigenlijk de mogelijkheid voor Arafat Heuvel. We zitten inmiddels in de tweede helft dus van de wedstrijd. Geen blije gezicht op de bank van GVVV. En weer een mogelijkheid voor Dolvo. De redding van Geerts. Bronkhorst, de man van het schort. Dan GVVV met Rudy van Doren. Krijgt hem ervoor en dan is het Al-Mansouri zojuist in de ploeg gekomen. Wat dat betreft een gouden wissel van Peter Vizé en de voorsprong voor GVVV. Prima voorwerk van Van Doren en van dichtbij het intikken van Al-Mansouri. Nog maar eens GVVV en in de 73e minuut de 2-0 van Kevin Tom. En zo lijkt het erop dat GVVV voor de tweede keer dit seizoen de derby gaat winnen van Dolvo. Prima ingesneden, vrije trap van dichtbij ingekopt. Duindam kansloos. 2-0 de voorsprong voor GVVV. Klein kwartier heeft Dolvo dan nog om wat te doen aan die achterstand. Van Rooyen, inmiddels ingevallen aan de kant van Dolvo. Van Rooyen vindt Mustafa Kalai ook al een invaller en een aardige poging. Veel moeite voor Geerts. Arafat Heuvel schiet ook over in de nastoot. En zo verliest Dolvo voor de tweede keer dit seizoen de derby van GVVV. Ik vond de uitvoering zeker het eerste uur niet verkeerd. GVVV had het daar, in mijn ogen was de wedstrijd zeg al in balans. Dus er waren mogelijkheden. Maar we hebben ook toch wel moeite om te scoren. En als je dan die wedstrijd in plaats van 0-1, 1-0 maakt, dan moeten zij wat meer. En nu was het andersom. We hebben natuurlijk een prima seizoen. En dat als je dat zo af kan sluiten door bij je buurman met bloemen van het veld te gaan, dan denk ik dat we het gewoon goed gedaan hebben. Prachtig, Peter Vizé.